Ik vind het mooi. Het is een beetje... Ik moet even weer gaan leggen, want ik heb een ontzettende hoofdpijn. Goedemorgen. Ik ben super gauw uit. Hey, George. Ja. Even opschieten. Even brood maken. Dieren verzorgen. Stand wakker maken. Niemand in de gewone school. Dus ik ga even opschieten. Ja. Ik ben heel even weer gaan liggen, want ik heb een ontzettende hoofdpijn. En mijn lichaam is moe. Dus het is nu 9:15 of zo. Dus ik ga nog eventjes een uurtje liggen. En dan kijk ik of ik zo nog verder kan vandaag. Dus, oké. Doeg. Doeg. Heb je mijn nieuwe deken al gezien? Was in de aanbieding. Bij de HEMA. Een echte cat deken. Zuiver wol. Heerlijk warm. En ik knort ook. Nou. Dit is het potje. Het is de Sorted Green. Ze hebben nog andere soorten ook. Maar deze die vinden de goudvissen erg lekker. Dus, nou, daar zit dan. Kijk wat het gaat met één hand. Er zit dan een groen poeder in. Nou, dat kun je zo niet zien. Ik heb even een maatbekertje erbij om de juiste hoeveelheid te nemen. Nou, ik heb een schaaltje, daar meng ik het in. Bakpapier, dat leg ik zo meteen even hier op de bakplaat neer. Dat is voor mij makkelijker. Je kunt ook gewoon een schaal pakken of een kom of iets dergelijks. Ik leg het graag hierop. Ik leg dan even een velletje bakpapier zo meteen hierin. Als ik het dan gemengd heb met elkaar in de kom... Dan doe ik het hier op de bakplaat. Laat het even afkoelen en dan heb je al een hele dikke plak. Dat kun je in blokjes snijden, reepjes snijden. Nou ja, wat je er maar mee wilt doen. Ik maak er een paar reepjes van, dan kan ik wat met de hand voeren. Nou, wat heb je dus nodig? Je hebt nodig een kom of een plaat of iets dergelijks waar je zo meteen je gelfood op gaat leggen. Het is natuurlijk heet, want je gebruikt gekookt water. Dus ik zou wel iets nemen wat niet smelt. Nou, je hebt natuurlijk het potje nodig. En gekookt water. Een kommetje om te mengen. Dat is het eigenlijk. Dat is eigenlijk heel simpel. Dit zijn eigenlijk alleen de drie dingen die je ervoor nodig hebt. Nou, en dan heb je dus wel iets heel goeds voor ze. Want er zit spirulina in. Er zit kriel in, er zit nou ja, van alles eigenlijk, zoals je misschien kunt zien. En een hoop vitamine. Vitamine B12 zit erin, er zit ook knoflook in. Ja, dus het schijnt erg gezond te zijn. Dus ik geef het nu al een tijdje. Dus ik vind het erg lekker. Je moet wel een beetje uitkijken, vind ik. Dat als je te veel je van geeft in één keer, dan ze gaan het een beetje uit elkaar trekken. En dan gaat het allemaal zweven in je bak. Tenminste, bij mij. Of ik doe zoiets goed, maar je moet gewoon niet al te veel geven. Nu heb ik wel een hele goede filter. Heb ik er twee filter, of drie filterpompen op die grote bak staan. En op die kleine staan er twee op. Dus die dingen die worden wel goed afgevoerd. Ik ga het even laten zien hoe ik dat dan klaar ga maken.
water is gekookt. Ik leg hier velletje bakpapier in. Pak ik de kom. Een potje. Ik doe dan 2 bakjes. In. Ik denk dat ik er maar 3 van maak. Ik heb 3 delen van het poeder. Kijk, het is groen. 3 delen van het poeder. Nou, het is zeg maar 1 deel op 2 delen water. Dus ik heb nu 3 delen poeder. Dus ik ga eerst eens even 6 delen water doen. Ik denk dat er dan nog wel 1 of 2 bakjes water bij moeten. Uit voor je vingers. Wel heel slim om te doen. Je kunt het ook in een pannetje doen hoor. 2, 3, 4, 5, 6. En dan even 1 extra. 7. Even de vork, het even goed mengen. Goed doorroeren dat je niet allemaal droge klonten krijgt. Het is de bedoeling dat het één gelei wordt. Ik heb er ook wel eens bijvoorbeeld doperwt of zo doorheen gedaan, maar ik merk dat het dan niet zo goed hecht. Misschien als je dan wat extra gelatineblaadjes toevoegt. Dat het dan misschien beter blijft zitten, maar ik doe het maar niet meer. Ik geef eigenlijk alleen maar deze. Nou, je kunt ook zelf gel voor maken door allerlei groenten in een blender te doen en daar gelijblaadjes doorheen te doen. Of verse groenten gebruikt. Ik kies liever voor dit. Ik weet gewoon dat ze daar van alles in hebben gedaan. Dat ze alles compleet hebben. Dat vind ik wel prettig. Kijk, wordt het een beetje plakkerig. Dus ik denk dat er een heel klein beetje water nog bij moet. Dus ik had nou 7 bakjes. Ik doe er nog een half bakje bij. Zo. 7,5 delen water op 3 delen poeder heb ik niet. Nou, ik denk dat dit wel een mooi geheel wordt. Als je te veel water in doet, wordt het veel te dun en dan hecht het niet. Hè? Mocht je nou per ongeluk veel te veel water hebben gedaan en je hebt geen poeier meer, dan kunnen ze nog weer gelatine eraan toevoegen. Ik heb het online besteld, want ik kon het hier nergens in de winkel vinden. Dus het heet dus Ripeshi Superfood Soylent Green. Winkel het heeft. Ik geloof dat leverancier officieel uit Engeland of uit Amerika komt. Dat er nu een leverancier in Nederland zit. Dus die brengt het dan weer naar de winkels. Nou, ik vind het mooi. Het is een beetje al plakkerig. Nou, dan giet ik dat bakpapier. Ik heb even een lepel erbij om deze restjes eruit te scheppen. Dat is een beetje zonde, gooi de helft weg. Nou, ik zie het dan zo even uit. Het is wel een beetje heet eigenlijk. Met witte water ietsje af kunnen laten koelen. Ja, want als je bij het laatste beetje bent, dan, kijk, dan wordt het al een beetje hard. Het gaat in één keer heel snel. Dus even gauw. Een beetje verspreiden. Totdat ik een mooi plakje heb. Nou, dit is dus hoe ik het doe. Dit wordt zometeen in een plak gelei. Dan kan het aan reepjes of blokjes uitsnijden. Je kunt ook een vormpje nemen. Zo'n ijsblokvormpje met van die rechthoekjes erin.
vierkantjes erin. Dat je het daarin giet en af laat koelen. Dan heb je dus van die grote blokken. Je kunt, ja, misschien heb je een andere kleine vormpjes waar je het in kunt gieten. Of in allemaal kleine postjes. Als het klaar is gemaakt, het is afgekoeld en je hebt alles voorbereid hoe je het wil hebben. Reepjes, blokjes. Je kunt het zelfs ook op een stuk hout gieten en dan in het aquarium leggen. Dan droogt het op, zet het aan. Dan kunnen ze daarvan eten. Dat kan ook nog ermee. Bewaar je het om te geven. Dan, en je hebt dus in reepjes en blokjes gesneden. Ik doe het dan altijd even in een bakje. Dat bakje dat kan ik 2 weken in de koelkast bewaren. Dus het is 2 weken goed. Of ik geloof zelfs 6 maanden. Ik weet niet of dat hierop staat. Dat het zelfs 6 maanden in de diepvries bewaard kan blijven. Dat zie ik zo hier niet staan. Maar ja, je kunt het dus ook gewoon invriezen en dan gebruiken. Dag 6 maanden hoor. En dan 2 weken kan dit in de koelkast. Nou, als het dan zo meteen afgekoeld is, dan kom ik even bij jullie terug. Nou, zo ziet dat er dan uit als het af is gekoeld. En dat is dan een hele plak geworden. Zie je het? Dus het is, ja, het lijkt wel zo'n plak rubber. Nou ja, daar kun je dus eigenlijk alle vormpjes mee uitsnijden wat je maar wilt. Ik ga daar eventjes wat reepjes en een paar blokjes van maken. En dan doe ik dat in een bakje. Nou, ik heb eerst even zulke reepjes gedaan. Dan bewaar ik er een paar die ik dan als reepjes kan geven. En de rest maak ik er gewoon wat blokjes van. Zo, hele kleine blokjes. Ik kan het zo groot maken, zoveel natuurlijk. En die kan ik dan, is misschien met een taartschep iets handiger. Zie, en dan heb ik even een beetje bakpapier in het bakje gedaan. Nou, dat kan. Misschien vraag je je dan af hoe het dan nu met Pim gaat, want die had een wond aan zijn lip. Dus hierbij even een update van Pim, want er zit nog wel wat, maar het gaat heel erg goed. Kijk, er zit nog steeds wat aan zijn lip. Die rare verkleuring is in ieder geval weg. Hij heeft nog wel wat stress ervan, maar kijk, het geneest keurig, niet heel snel, maar ik zal morgen ook eens eventjes schoon water erin doen. Ik ben nou aan het eten, dan blijft hij een beetje stil hangen. Ja.
Yes. Ja, op zich ziet hij er goed uit. Gedraagt zich verder prima. Al die tijd al, dus het is gewoon, ja. Het is gewoon een beetje dom, hè? Dat hij zo'n wondje heeft. Het is een beetje jammer. Ja. Mooi visje. Blijft het. En Emma. Ook zo'n joekel wordt dat. Lekker, hè? Heel te lekker eten. Ze hebben net even wat jailfood gehad vandaar. Ja, dus de rescue fishes doen het ook erg goed. Die andere twee zitten dan in de grote bak. Pim met zijn lip nog even. Ja, ziet er een stuk beter uit. Sushi die denkt, ik ga daarachter zitten, daar pas ik mooi tussen. Daar ligt lekker al wat eten. Zien jullie lekker niet? Ik wel. Nou. Maar weer wat. Ja, achter de plant. Daar is het eten gevallen. Lekker kouwen. Mooi, hè? Prachtige vis is dat geworden. Deze vis, dat was net zo'n visje als deze. Ja. Is nou echt groot. Leuk, hè? Ja, nog hard groeien. Ja. Zo. Sushi nog even laten zien. Het babyvisje van 1 augustus. Die is nu gewoon oranje geworden. Met een hele bijzondere staart. Ja. Dat is een beetje een gekke staart, maar het groeit misschien wel weer beter. Lekker aan het eten. Mooie zwarte oogjes. Dus, maar goed, het is natuurlijk nog een klein visje. Kijk, want deze twee die zijn echt heel groot. Zie je het verschil? Ja, zo groot moet je nog worden. Mooi, hè? Dat was weer de update.